Sprookjesbos gaat weer open. En fatbikes niet toegestaan tijdens het verkeersexamen. Het was de bedoeling dat het Sprookjesbos in Valkenburg in april haar poorten weer zou openen. Dat gaat echter niet lukken door enkele tegenslagen, meldt de Limburger. Het park gaat 2 maanden later dan gepland op 1 juli weer open. In de periode dat het pretpark gesloten was, is er ingebroken op het terrein en is er ook schade ontstaan door brand. Ook achterstallig onderhoud draagt bij aan de vertraging. En daar wordt nu volgens de nieuwe eigenaar hard aan gewerkt en daarbij loopt hij ook nog tegen lange levertijden voor nieuwe speeltoestellen aan. Het park ging in november vorig jaar dicht omdat het failliet was. Een curator heeft uiteindelijk een nieuwe eigenaar gevonden die nu een doorstart gaat maken. Bij een controle op schoonmakers door het ACT-interventieteam op een vakantiepark in Valkenburg zijn verschillende misstanden geconstateerd. Zo waren er minderjarige medewerkers zonder arbeidscontract en waren er verschillende lezingen over wie nou de werkgever van de schoonmakers was. Ook was er een medewerker die ook een uitkering ontvangt. Er zijn geen aanhoudingen verricht, wel is gevraagd uitleg te geven en moeten documenten zoals arbeidscontracten overlegd worden. Veilig Verkeer Nederland heeft besloten om fatbikes niet toe te staan tijdens het verkeersexamen voor de basisschoolleerlingen. Volgens de organisatie hebben fatbikes een veel te hoge snelheid en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor zowel kinderen als de omgeving. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen nemen vanaf 4 april deel aan het praktische VVN verkeersexamen. Fietsverhuurder Niels Jonge uit Valkenburg begrijpt de beslissing van Veilig Verkeer Nederland. Ja, dat begrijp ik wel, want de laatste tijd is natuurlijk een ontzettende populariteit ontstaan tussen betreft de fatbikes. Ja, en je ziet dat ze ook vrij laag in de prijs liggen al. En die fatbikes wat laag in de prijs liggen, die kun je ook heel gemakkelijk opvoeren en er gebeuren gewoon veel ongelukken. Ja. Nu zijn er producenten, u heeft ze ook hier staan, die de fatbike maken die je niet meer kunt opvoeren. Ja, dat klopt. Voorheen had ik fatbikes, die waren ook inderdaad makkelijk op te voeren. Maar ik heb er bewust voor gekozen om alleen nog maar fatbikes te verkopen en te verhuren. Die je inderdaad niet meer kan opvoeren. Ja, of heel moeilijk. Een goede zaak dus dat eigenlijk kinderen niet op die gevaarlijke fietsen zitten. Ja, dat vind ik wel een goede zaak. Ik bedoel, kinderen hebben toch, vooral jongere kinderen zonder rijbewijs, hebben nog niet het vermogen om veilig deel te nemen in het verkeer en vooral niet met de opgevoerde fietsen. Kinderen die over een reguliere e-bike beschikken mogen deze wel gebruiken tijdens het examen, mits de school hiervoor toestemming geeft. In dat geval moet de route worden afgelegd met de laagste trapondersteuning en een volledig opgeladen accu.